Goedemiddag, welkom bij het Kookpunt. We zijn hier in de keuken van het Kookpunt en u ziet het al, wij gaan het vandaag hebben over de snelkookpan. En ik zou jullie graag vertellen waarom nou eigenlijk de snelkookpan. Ik heb hier toevallig het krantje van het Kookpunt liggen en er staat in jong geleerd en volgens mij gaat het dan verder met oud gedaan. En mijn moeder, die kookte vroeger al met een snelkookpan, zo'n soortgelijk model. En daar heb ik het misschien al gezien en opgepakt. Mijn moeder gebruikte hem voor allerlei verschillende bereidingstechnieken. Voor de aardappelen, voor de groenten, voor peulvruchten, voor vlees. Je hebt namelijk enorm veel tijdwinst. Alles gaat in een kwart van de tijd. Je hebt enorm veel winst in energie. Want je gebruikt, omdat je natuurlijk veel korter bezig bent, gebruik je veel minder energie. En ook vitamine, mineralen, smaken blijven veel beter behouden. Omdat het allemaal sneller gaat en onder druk. Dus je weet niet alles in water. Want normaal bij groenten zijn we gewend om die in water te koken. En als je weet dat vitamine C bijvoorbeeld oplosbaar zijn in water. En je gaat dat dan koken in water. Spoel je dus eigenlijk met het afgieten je vitamine, je kleur, je mineralen. Spoel je allemaal weer weg. Dus daarom denk ik zeker dat die snelkookpan terug moet op het fornuis. Een aantal verschillende soorten zien we hier staan. Ik kan iets vertellen over het materiaal. Het is hoogwaardig roestvast staal. Staat onder op de pannen staat ook een stempel, dus daar kunt u het aan zien. 1810 staat er dan onder op de pan. En dat betekent dat er 18% chroom in zit en 10% nikkel. Dus een hoogwaardig roestvast staal. Ik heb ook even een pan, een open exemplaar meegenomen, zodat je duidelijk kan zien hoe zo'n bodem eruit ziet. Het is een volkern aluminium bodem zonder ruimtes en die is dan omsloten door het roestvast staal. En het aluminium zorgt dat het op iedere warmtebron kan, dus zowel op gas, op inductie of keramisch, allemaal geen probleem. En doordat het zo'n mooie dikke bodem is, dat heeft meerdere voordelen. Ten eerste natuurlijk dat het heel goed de warmte geleidt, zodat het een mooie warmteverdeling heeft. Dus bij aanbraden en bij het verwarmen van de producten werkt dat heel erg goed. En dat als we een hoogdrukpan gebruiken met minder vocht, dus we gebruiken al minder vocht, hebben we veel minder verlies van vitamine, mineralen en smaken. Er zit ook bij de pan een inzetmand en een driepootje. En dat is ervoor om dus wat water daaronder te doen, het driepootje erop met het product daarin, zodat het dus niet in het water weekt, wat ik net vertelde, dat die vitamine weglopen en dat dus de vitamine beter in de producten blijven. Iets over de pan op zich, heel makkelijk te openen. Er staan rode punten op, rode dots aan deze kant. Dus het is heel makkelijk open en sluiten. Een duidelijke klik, daar kan het niet fout. Wat ik nog even kan vertellen is dat hij zo duidelijk overzichtelijk laat zien met deze indicatoren bovenop de knop. Dus als er op een gegeven moment ontstaat er dus een druk, hij sluit hem iets af. Daardoor zit er zo'n rubberring in. En door die rubberring kan ik dus de pan hermetisch afsluiten en ontstaat er een bepaalde druk in de pan van 2 atmosfeer. En daardoor gaat de temperatuur, normaal kunnen we alleen maar koken bij 100 graden. Maar als we er druk op kunnen zetten door middel van het deksel met de rubberring, krijgen we in de pan een temperatuur van 120 graden. Daardoor gaan de moleculen in de producten harder heen en weer bewegen. En daardoor breken bijvoorbeeld in vlees het bindweefsel eerder af. En in de groenten, de pectine en de cellulose. En daardoor is die aardappel dus in plaats van 20 minuten in 5 minuten gaar. Houdt die meer smaak en meer vitamine, meer nutriënten en zijn kleuren blijven beter. Hij kan op verschillende niveaus ingesteld worden. De grote knop zit hier en dan kan je op 1 zetten. En dan hebben we de minste druk, dus voor wat fijnere producten. Denk aan vis of wat tere groenten die niet onder een hoge druk willen laten bereiden. Willen we wat hogere druk voor bijvoorbeeld peulvruchten of stoofvlees, andere producten die wat langere bereidingstijd nodig hebben, dan kunnen we die druk op de 2 zetten, krijgen we de hoogste druk en dan gaan we dus echt naar die 120 graden, waardoor producten echt in een kwart van de tijd gaar zijn. We zien dan ook de ringen, de knop die komt vanzelf naar boven door de druk. Geel, dan kan die nog iets meer, dus we houden de temperatuur van het fornuis houden we hoog. Dan komt de groene ring en dat is de prima druk eigenlijk, daar moeten we op proberen te houden. Dus dan kunnen we het vuur of de inductieplaat, zoals bij deze, kunnen we lager zetten. En dan gebruiken we dus ook weer minder energie.
Dus dat is een belangrijk punt tegenwoordig. Energie, duurzaamheid, smaak, beleving. En dat zou dus bij elkaar, zouden dat hele goede punten zijn om over te gaan naar een snelkookpan. We hebben er genoeg. Er staat een hele serie. In de winkel hebben we er nog meer staan. Dus wacht niet te lang. Ga duurzamer koken. Ga lekkerder koken. Meer vitamine. We zien u graag terug in de winkel. Tot later.